Ik was hier vanochtend even te gast en ja, je merkt toch wel weer iets van ontspanning hier. Dat is even een tijdje geleden hier in Deventer. Ja, dat is, ja, ik ben hier vorig jaar niet geweest natuurlijk. Dus in die zin kan ik daar niet zo goed een vergelijking maken. Maar ja, ik denk dat het een fijne start is natuurlijk om 9 punten te hebben na 3 wedstrijden. Het gaat lekker, ik wilde zeggen. Dit is een understatement. 9 punten uit 3 wedstrijden, dat is toch gewoon een pikstart? Nee, daar had iedereen hiervoor getekend, dus wij ook. Maar goed, ja, voetbal is wel iets... Ja, wat op het veld gespeeld wordt en nog een understatement, hè? Lekker. Ja. We gaan lekker. Maar ja, er zijn nog wel heel veel dingen voor verbetering vatbaar. Als je ziet hoe wij een moeilijke wedstrijd hebben gespeeld in Maastricht, dan denk ik wel dat er nog veel te verbeteren is voor ons. Ja, want als ik met de vijfde kolonne spreek, hè, die Deventer supporters, nou, die zijn altijd lekker rauw en eerlijk. Nou, die vinden het helemaal fantastisch wat hier gebeurt. Maar als ik dan de trainer hoor na afloop, ja, die heeft zo'n beetje iedereen beledigd de afgelopen weken. Maar die staat gewoon bovenaan. Ja, die is aan het temperen. En ja, dat snap ik ook wel. En met wat er gebeurd is, wat er gespeeld is, daar haal je ook geen punten meer. Dus het, ja, het is zaak om die slechte dingen eruit te halen. En ja, dat is iets waar hij verantwoordelijk voor is en wat hij moet doen. Dus dat is ook zijn taak natuurlijk. Maar bultert hij dan ook zo in die kleedkamer na afloop van zo'n overwinning? Nou, hij was niet positief. Laten we daarop houden. Echt bulderen was het niet. Ook hij is natuurlijk wel blij met 3 punten. Maar hij richt de vinger op de zere plek. En het was niet goed genoeg. Nou, het is voor jou ook even wennen, denk ik. Dan sta je bovenaan en dan heb je nog een coach die je onderuit de zak geeft. Nou, ik moet zeggen, wij stonden vorig jaar ook bovenaan met Os in het begin. Dus dat is wel herkenbaar. Maar we zijn 15e geworden. Dus ik weet hoe het ook kan lopen. Oh, dus je hebt ook al een beetje dat voorland geschetst. Met Baksin van de Ven, kun je ook zomaar kelderen. Nee, dat niet. Maar ja, het is een gekke competitie. Wordt altijd door iedereen gezegd. Iedereen wint van iedereen. En ja, we moeten gewoon zorgen dat we aan de goede kant blijven zitten. En ja, voorlopig staan we daar. In de voorbereidingen volgde ik het Osser duo in wedstrijd. Het oorlijke duo noemde ik het, Bas en Adriaan. Maar jullie zijn in ieder geval goed op weg in de reis vol verrassingen. Nee, ja, het is een leuk begin voor ons. Zo. Je komt ergens nieuw bij een club en dan hoop je dat je een goede start kan maken. En ja, alhoewel er nog veel dingen voor verbetering vatbaar zijn, denk ik wel dat we natuurlijk een goede start hebben gehad. En ook wel persoonlijk, je wil graag in de basis terechtkomen. Nou, dat is dan gebeurd. En ja, daarbij heb je af en toe ook aanvallend je rol kunnen spelen. En ja, dat is een leuk begin, maar niet meer dan dat. Ja, jullie beginnen sommige wedstrijden met 10 nieuwelingen. Merk je dan dat het ook niet meer over het inktzwarte jaar van vorig jaar gaat? Nee, ja, kijk, wij dragen dat leed niet echt met ons mee natuurlijk. Wij zijn hier allemaal fris gekomen en dat is misschien ook wel iets wat de club dan nodig heeft gehad. En ja, ik ben daar zelf niet mee bezig, omdat ik dat gewoonweg niet van dichtbij heb meegemaakt. Nou, je merkt ook dat iedereen hier een soort van nederigheid heeft na afgelopen jaar. Dat komt ook natuurlijk omdat er veel topploegen in de eerste divisie zitten. Maar zouden jullie daar, ja, wij doen vrolijk aan mee, zouden jullie daar heel stiekem mee kunnen wedijveren, denk je? Nou, dat gaat de toekomst uitwijzen. We krijgen denk ik straks een serie waarbij er heel veel op papier topploegen voorbij gaan komen. Nou, dan moeten we maar eens kijken hoe we daar ons mee kunnen meten. En ja, daarbij wordt een competitie zeker niet alleen beslist tegen topploegen. Misschien juist moet je daar zijn tegen de op papier mindere ploegen. Maar ja, wat ook gewoon hele goede ploegen zijn. En dat moet je niet onderschatten. Het niveauverschil tussen een Telstar, een Os en een Sparta en een Twente. Dat is allemaal niet zo groot als dat iedereen dat maar denkt. Dat zit hem vooral in de entourage, in de media-aandacht. Waar een groot verschil is bij die clubs. Maar effectief wat er op het veld gebeurt, ja, is dat verschil minimaal. En ja, als je dan een team hebt met iets meer motivatie en een team met iets te veel ontspanning, nou, dan zie je dat het aardig gelijk getrokken wordt. Dus ja, dat zijn wel dingen om mee bezig te zijn met elkaar. Nou, jij kunt het weten, want je kent die eerste divisie onderhand als je broekzak. Nee, ja, we hebben vaak genoeg gewonnen van zogenaamde topploegen. Dus laat ons hier niet denken dat we een zogenaamde topploeg zijn. We hebben een topstadion met een top entourage, maar een topploeg ben je alleen als je er altijd staat. En ja, dat moet morgen weer gebeuren. Ja, en het spel is dan misschien niet altijd je van het, maar ik heb wel een paar hele fraaie goals al gezien hoor. Met misschien wel de mooiste bij Eindhoven uit. Ja, die gaat in de top 5 komen dit jaar. Ja, dat was een mooie teamgoal. En nou, ik denk dat ook een beetje omschrijft waar we dit jaar voor moeten gaan staan. En dat is van Gino Bos naar Oran naar volgens mij Jarro, Verheid, ik, Richard. Nou, dan zie je dat was het, al een heel ingenieus balletje hoor. Ja, dat was een goede bal, zeker weten. Maar ja, die kan ik nooit geven zonder dat Verheid hem op het juiste been in de juiste snelheid weglegt. Dus ja, wat ik zeg... We zullen allemaal voorbij komen en jongens die er nu net langs staan, die staan er straks weer net in. Dus ja, dat zal zijn vorm wel krijgen.
ja, een beetje meedoen in het opportunistische gedrag van journalisten. Dat is mij ook niet vreemd, maar ben je iemand die daar ook naar kijkt? Dat je gewoon heel goed staat in de ranglijst der assisten? Nee, nou ja, goed. Statistieken is wel gewoon een belangrijk onderdeel van voetbal. Want het draait uiteindelijk om winnen. En winnen doe je met doelpunten en assisten maken. Dus tuurlijk telt dat mee en kijk je daar met een schuine ogen naar. Maar ja, ik heb zoveel ballen gegeven. Ja, een tikkie breed dat je denkt, ja, is dit nou een assist? En soms geef je een wereldbal en dat is de bal voor de assist. Dus ja, de waarde zit hem niet altijd in de assist. En soms zit hij in de bal daarvoor. En ja, die waarde, die verleg ik wel iets meer dan dat de media dat doet. 9 uit 3. Ja, dat is morgen 12 uit 4. Nou ja, dan geef ik je een hand. Oké. Dankjewel. Top. Ja. Dan is dat al afgekaart. Ja, precies.